laat mij maar van start gaan dan. Kijk, want ik ben de veroorzaker van alle ellende. En wat ik gedaan heb is dat ik in een oprechte biecht, omdat ik me stoorde aan het feit dat iedereen maar cancelt, maar ze zijn zelf niet brandschoon, een oprechte biecht van een heel serieus onderwerp, dat heb ik verteld op een manier van een smeuïge anekdote. En daar leende het onderwerp zich niet voor. Waardoor er een jolige stemming ontstond. Daarbij ontstond dat idee om dat te doen toen de Johnny de Mol-affaire aan bod komt. En die stinkt, die affaire, omdat daar geld achter zit. En dat stoort mij. Daarom kan ik dat niet helemaal serieus nemen. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Maar goed, zo kwam het erop. Ik denk, 50 jaar geleden heb ik een incident meegemaakt. Maar dan doe je dat niet voorbereid, gooi je dat op tafel. En dan doe je dat op een luchtige manier. En de feiten klopten niet helemaal. Een dag later, toen de pleuris uitbrak, dan ga je nadenken. En dan kom je tot de conclusie dat je helemaal niet 22 was, maar 24. En het was niet bij die mensen, bij die dames thuis, maar in een zusterhuis, volgens mij, van een bejaardentehuis of zo. En die kaars die was zo groot, die heb ik gewoon tussen die benen gezet, weet je wel. En dan zeggen ze, hij trekt zijn dinges terug. Nee, ik ben te voorbarig geweest hier zonder de kennis paraat te hebben. En dan breek geweldig de pleuris uit. En dat is een uitglijder van mij. Ik ben uitgegleden. Dat is dom. En voor de tv is dat dodelijk. En ja, maar, heb ik vandaag de rekening gepresenteerd gekregen. Het is niet te geloven. Ik maak al 20 jaar radioprogramma's voor Rijnmond, voor West, voor Amsterdam, voor Drenthe. Ik ben overal ontslagen. Ik doe al 5 jaar 125 schouwburgen per jaar. En ik ben met de laatste serie nu bezig. Ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger. Ik zag mevrouw Olvers gisteren op de tv. Ik kwam net thuis, ik zei de maan, mevrouw Olvers. En ik denk, er is nog één man op de wereld slechter dan Poetin. Johan Derksen. Hmm. En daar heb ik het zelf een beetje naar gemaakt. Want ik heb me hier altijd geestelijk onafhankelijk opgesteld. Wij zijn het enige programma in Nederland waar de mensen geestelijk onafhankelijk alles durven te zeggen. Maar ik kom langzamerhand tot de conclusie, als ik de reacties daarop zie, dat er misschien geen ruimte meer is voor zo'n programma. Gisteren hadden we bijna 900.000 kijkers. Maar ik denk dat de cancel- en woke-cultuur die tegen ons is, veel groter is. Dat merk ik. Ik kom vandaag thuis, politie bij de deur. Als je Grollo inreed, een heel groot spandoek. Verkrachter. De politie heeft het weggehaald. Hmm. Ja, dan denk ik, is me dat nou waard om hier leuk en geestelijk onafhankelijk gaan zitten te doen?